Gast, wat doe je? Wat? Waarom zoveel? Ik vergeet tenminste niks. Maar ik vergeet ook niks en ik ben al bijna klaar met inpakken. Die heb je al ingepakt. Ja, weet ik. Reserve. Hey, kijk nou maar uit. Nee hoor. Helemaal goed zo. Oh, 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 oh. Mooie tas trouwens. Hey, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe schoolhack van scholieren.com. Ik ben Casper en vandaag gaan we kijken naar tassen. Nou ja, eigenlijk meer naar het inpakken van een tas, want zoals je net al zag, zo wil je er niet bij lopen. Ik ga jou met een paar tips en tricks uitleggen hoe jij het beste en het meest efficiëntst jouw tas in kan pakken voor school. Ik heb hier de welbekende e-spec tas. Groot genoeg, makkelijk, past alles in, let me op. De essentials. De dingen die je sowieso nodig hebt op school zijn natuurlijk je lesboeken. Dus Casper, moeten we al onze lesboeken meenemen? Nee. Je neemt alleen de lesboeken mee van die dag. Best wel logisch, want waarom zou je een lesboek meenemen voor het vak wat je morgen hebt? Het allerhandigste is, als je al je boeken in het begin van het jaar in je kluis legt, en alleen de boeken mee naar huis neemt van het vak waar je huiswerk voor hebt opgekregen. Nou, ik heb huiswerk opgekregen voor geschiedenis, wiskunde en economie. Dus dan gaan ook alleen die boeken weer mee terug, want de rest ligt al op school. Oh, en doe je boeken gewoon in je laptopvak. Lekker makkelijk. Vergeet natuurlijk je werkboeken er niet bij te doen, die zijn ook belangrijk. Nog een essential zijn schriften, want bij opgaveboeken horen natuurlijk schriften om in te schrijven. En voor aantekeningen heb je ook schriften nodig. Dus dan gaan we alles... Nee, ook niet. Als je voor elk vak een schrift mee wil nemen, dan ben je zoveel ruimte kwijt. Dat is allemaal niet handig. Wat je veel beter kan doen is gewoon één schrift kopen met tapjes. Al je aantekeningen, al je weet ik veel wat je moet opschrijven, gewoon in één schrift, één boek bij elkaar. Ook is het handig om je agenda mee te nemen natuurlijk, om je huiswerk erop te schrijven. Het allerhandigste zou zijn als je gewoon een digitale agenda gebruikt op je iPhone, scheelt weer ruimte. Maar in dit geval, hij is niet zo dik, dus hij kan ermee door. Oh ja, even tussendoor, iets wat je niet moet meenemen is oude schriften, oude papieren, oude boeken. Niet doen. Ook is het wel handig om te eten als je op school zit, dus neem je lunch mee. Ja, of niet. Je kan ook gewoon op school wat kopen. Nu komen we aan bij het ding waar denk ik de meeste mensen de fout in gaan. Dat is namelijk je etui, je potloden, pennen, dat soort dingen. Jongens, oh, 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 oh. Tenzij het moet hoor, maar waarom zou je zo'n grote tekendoos meenemen als je ook gewoon een paar belangrijke potloden eruit kan halen in een etui kan doen? Wat je allemaal in etui doet, moet je allemaal zelf weten, maar niet 10 potloden van één kleur, niet 10 pennen, gewoon één pen en één potlood. Als je per se een rekenmachine moet meenemen, stop die dan niet gewoon in je tas, net als een boek. Stop die aan de zijkant, zodat die eigenlijk tegen de boeken aan zit en geen extra ruimte inneemt qua breedte. Maar Casper, je bent superveel vergeten. Wat dan? Atlas, laat je gewoon in je kluisje. Binas, laat je ook gewoon in je kluisje. Werkboek B, laat je ook in je kluisje. En natuurlijk kun je reserve dingen meenemen, maar leg dat dan in je kluisje. Dat hoef je niet steeds mee te sjouwen. Nog een paar quick tips. Waarom zou je deze grote fles lijm meenemen als je ook gewoon dit mee kan nemen? Want als je te veel etui hebt, dan moet je weer een grotere etui hebben. En die grotere etui neemt weer meer ruimte in beslag. Als je etui te klein is, moet je gewoon even je potlood slijpen. Zo, dat scheelt er een hoop. En hey, waarom een gum meenemen als hier ook al een gummetje op zit? En als je potlood thuis al slijpt, kan je puntenslijper ook thuis laten. Oké, die laatste tips zijn misschien een beetje te gedetailleerd, maar wie weet. Ben ik nou toch nog iets belangrijks vergeten dat je eigenlijk wel mee moet nemen naar school? Laat het dan even achter in de reacties, want zo kunnen wij elkaar weer helpen. Oh, en trouwens, een keer iets vergeten is helemaal niet erg. Ik wil niet lullig zijn, maar je bent je agenda vergeten. Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben gehad en abonneer je ook zeker op het scholieren.com YouTube kanaal voor meer school hacks. Er zijn er al meer, dus check die ook zeker en dan zie ik jou de volgende keer. Later!